Goedemiddag beste kijkers van Haken 13. We zijn te gast op het Zwart-Wit terrein op de Parkweg. We gaan kijken bij de keeperschool Midden-Nederland. Zijn hier jonge talenten die Oranje uit het slop kunnen halen? We gaan er naar kijken. Gaat u mee naar binnen? Goedemiddag, ik heb hier de eigenaren van de keeperschool. Geweldig om dat in Harderwijk te zien. Jongeren wordt de keeper. Keeper is toch een beetje een onderbelicht beroep, hè? Ja, met heel veel trainingen hoor je dat. Wil ik eerst altijd weten, wie heb ik voor de camera? Rob Jager. Lambert Jager. Vader en zoon? Ja. Nou, geweldig. Hoe kom je eraan om dit beroep uit te gaan oefenen? Ja, trainer worden is één, maar keeperstrainer worden is toch een vak apart, denk ik. Ja, het is met de paplepel ingegoten, hè? Ik heb een vader die zelf een fantastische keeperstrainer is. Ik ben zelf ook altijd keeper geweest en zodoende eigenlijk in het keeperstrainersvak terechtgekomen. Wat is zo belangrijk aan het trainen van het vak keepers? Ja, ik vond het zo leuk wat u zelf al benoemde. Het hebben van passie. De wil, om absoluut de wil om alles te doen om een bal tegen te houden. Dat is voor mij nog steeds het kippenvelgevoel van het keeper. Ja, geweldig. Hè? We hebben net Oranje achter de rug. Ik zit er net tegen een paar dames. De dames doen het fantastisch. Die zitten met passie, bezieling en beleving, vliegen ze erin. Mis ik een beetje bij de mannen. Wat doen we eraan? Geen idee. Geen idee. Moeilijk, hè? Ja, dat is aan een bondscoach om dat goed te praten. Ik focus me lekker op de keepers en laat het voetbal aan die experts over. Ja, we hebben 16 miljoen bondscoaches thuis op de bank zitten. Ik denk het belangrijkste is dat je inderdaad gaat evalueren en echt ook de dingen gaan benoemen zoals ze zijn. Waar ligt het grote probleem? Het is belangrijk het evalueren van waar is het misgegaan, wat is er misgegaan. En iedereen mag een mening hebben, maar leg dat eens bij elkaar op een hoop. Dan zul je heel vaak zien dat er dingen boven komen drijven. Ja, en dat zijn toch de eerste dingen waar ik denk dat je altijd mee moet beginnen. Dat is zo. Goed overleggen, goed praten, komt het goed. We zullen jullie niet te veel van jullie tijd storen, want de kinderen staan overal te wachten. De trainingen moeten beginnen. Wij gaan het voor de lokale zender Haken 13 Televisie Harderwijk een klein beetje volgen. En kijken wat jullie onze spotters hier uit de regio te leren hebben. Dank jullie wel voor jullie komst. Dat is echt wederzijds. Ik vind het al. Ik wil u bedanken voor de aandacht die u ons schenkt. Maar ook dat de gelegenheid die wij krijgen om dat hier te mogen doen. Dat is voor ons. Wij vinden dit. Het is geen bescheidenheid, gewoon een eer dat we het hier mogen doen. Nou, geweldig. Hey, succes. Veel plezier. Jou aan het werk op de keeperschool hier bij Zwart-Wit. Ja. Ja, fantastisch, hè? Ja, ik vind het wel leuk. Jij bent altijd al keeper geweest? Nu 4 jaar, volgens mij. Dat is al een hele lange tijd. En nu is de keeperschool te gast hier in Harderwijk. Ja. En jij laat je kunsten zien. Ja. Droom jij ook niet van het hele grote Oranje? Ja, dat zou ik zeker wel willen. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Wie heb ik voor de camera? David Houtman, van eerste keeper van Zwart-Wit. Nou, geweldig. En jij weet alles van deze keeperschool? Ja, ik heb er zelf 3,5 jaar gelopen, dus ik weet er de ins en outs weet ik wel, ja. En waarom houden jullie dit hier? Omdat ik zelf heel erg van keeper hou. En ik geef zelf ook keeperstraining en ik vond dat de keepers over het algemeen binnen deze regio wel wat onderbelicht zijn. En ik denk, ja,
deze keeperschool is geweldig. Het zijn prachtige trainingen. De kinderen vinden het prachtig. Dus laten we het een keer bij zo dit organiseren. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Wie heb ik voor de camera? Wat is je naam? Lieke. Nou, vertel jij het maar. Ja, ik vind het altijd gaaf als meiden aan voetbal doen, hè? Want de oranje meiden van Nederland doen het fantastisch, hè? Echt? Ja, die zijn hartstikke goed bezig. Daar kunnen de mannen van Oranje nog heel veel van leren. Misschien wel. Hey, droom jij ook van later in het grote Oranje bij de dames? Misschien, ik weet het niet zeker. Mooi dat je meedoet met de keeperschool, hè? En heb je al wat geleerd? Ja, best veel eigenlijk. Duiken heel veel. Nou, geweldig. Hey, geniet van de middag en doe je best, hè? Ja. Doei. Doei. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dan wil ik eerst even weten, wie heb ik achter de camera? Finn van Schaik. Hartstikke gaaf om jou zo met passie, bezieling en beleving te zien meedoen met de voetbaltrainingen. Ja. En wat is jouw droomclub? Ja, ik denk Ajax toch wel. Ja, dat is gelukkig staan we goed naast elkaar. Mijn droomclub is ook Ajax hoor, daar heb ik helemaal geen twijfel over. Moeten we ons druk maken over Oranje nog? Nee. Jij bent de toekomst, hè? Als jij zo je best blijft doen en zo je eigen inzet met passie en bezieling traint, nou, dan gaan wij je later terugzien in Oranje. Wie weet. Wie weet. Nou, ik zie dat je het naar je zin hebt. En dat is het belangrijkste. Heel veel plezier in de sport. Dan komen de resultaten vanzelf. Heel veel plezier vanmiddag. Bedankt. Doei. Romy is je naam, hè? Ja, klopt. Nou, geweldig. Als jij een keuze moet maken, wat wordt het dan? Zingen of voetballen? Nou, ik denk toch wel zingen, ja. Je maakt hele goede reclame op Facebook met een bekende meidenband. Ja, die namen breek ik mijn nek over, hè? Oude generatie. Ja, Ochin heet ze. Ja, geweldig, hè? Nou, daar horen wij jou eens af en toe zingen. En gaan we daar meer van horen? Meer van de voetbal of meer van het zingen? Nou, ik denk meer van het zingen. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Dan wil ik altijd eerst de naam weten. Hoe heet je? Roel. Heb je het een beetje naar je zin hier op de keeperschool? Ja. En nou ja, wat heb je allemaal al geleerd? Kun je dat een beetje opnoemen? Duiken, keepershouding en verder nog niet echt. Ja, geweldig hè. En je hebt een mooi shirt dan van Barcelona. Droom je later ook om professioneel voetballer te worden? Ja. Nou, dan moet je ervoor gaan, hè. Dan moet je veel trainen, veel spelen op straat. Want voetballen leer je op straat, hè. Dat zijn de jongens van Oranje een beetje vergeten, hè. Ja. Nou ja, gelukkig dat hier staat de jonge lichting. En op naar de toekomst. Goed? Ja. Hey, heel veel succes bij de trainingen op de keeperschool. Nou, Anora, jij bent hier ook de gast bij de keeperschool. Zeg het maar, hoe vind je? Ja, leuk. Heb je al wat geleerd vanochtend? Ja. Nou, geweldig. Welk elftal speel jij bij Zwart-Wit? D5. En ik hoorde van in het Roddelskie hoorde ik, nou dat is een goede keeper, dat is er eentje voor de toekomst. Ja. Nou, gaaf toch? Ja. Dat mensen dat over je vertellen. Ja. En droom jij ook van later in het grote damesteam van Oranje? Ja, tuurlijk. Kijk, dat wil ik zien. En daar ga je voor, passie, bezieling en beleving in sport te beoefenen? Ja. Nou, hartstikke goed. Zwaai nog even naar mijn cameraman. En bedankt dat je even met me wou praten. En ga gauw beginnen met het middagprogramma. Doei. Doei. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Wie heb ik voor de camera? Wat is je naam? Brian. En jij hebt al wat training erop zitten bij de keeperschool hier in Harderwijk, bij Zwart-Wit. Nou, vertel het. Hoe gaat het? Goed. Ben jij het nieuwe talent wat Oranje uit het slop kan halen? Oh, in de toekomst? Ja. Oh, geweldig. Welk elftal speel je bij Zwart-Wit? F3. F3. En nou ja, geniet van deze middag en maak er een feestje van, hè? Ja, dat doe ik. Zwaai nog even naar die cameraman. Doei! Ben je al lang keeper? Ja, nu ongeveer 4 jaar. Nou, geweldig. En droom jij ook van het grote Oranje? Zeker. Ze hebben wel een nieuwe keeper nodig.
Ze hebben wel een nieuwe keeper nodig. En jij, nou, jij laat zien hoe het hier moet. Trainen met passie, bezieling en beleving. Er helemaal voor gaan. Ja. En dan gaan we jou zeker terugzien. Is goed. Die belofte die maken wij met z'n tweeën. Is dat goed? Ja, zeker. En dan tegen die tijd kom ik nog eens een keer een praatje met je maken. Dan ben je natuurlijk een bekende Nederlander. Dan moet je eigenlijk niet zo gaan gedragen als de mannen nu, hè? Nee, nee. Oké, heel veel succes hier op de keeperschool. Ja. Ga ervoor. Ja. En dan ga ik je terugzien. Ja, dank wel. Hey, wat is je naam? Vin. Nou, hoe vind je dit, de keeperschool hier in Harderwijk? Leuk. Heb je al een beetje wat geleerd? Ja. Nou, zeg het eens. Wat heb je geleerd dan? Hoger duiken. Leuk, hè? Ja. Zit je al lang op voetbal? Ben je al lang keeper? Nee. Hoe lang? Half jaar. Ja, dat vind ik al heel lang, hoor. En droom jij ook later dat je groot bent van het grote Oranje? Ja. Hoi. Hoi. FC hier aan de zijlijn. Weer een dame. Een keepster. Ja. Nou, dat vind ik geweldig als meiden aan voetbal doen. Want ja, het oranje van ons, de mannen laten het afweten, terwijl de meiden van oranje wel laten zien hoe het moet. Ja, de te meiden. En hoe zit het met jouw voetbalcarrière? Droom jij ook van het grote oranje later? Nou, ik hoef het niet per se, maar het is wel leuk. Ik wens jou heel veel succes met jouw voetbalcarrière. En wie weet komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen. Ja, dat zal vast wel goed komen. Goedemiddag. Goedemiddag. Historie langs de kant. U doet nog voetballen met passie, bezieling en beleving. Ja, maar goed, dat kan toch? Ik bedoel, op die leeftijd, je kan achter de granium zitten, maar je kan ook dit doen. En dit is toch hartstikke prachtig voor de nog meer. Om met meer jonge mensen te werken. Je blijft zelf jong, het is toch hartstikke leuk zo. Ja, dat is gaaf, hè? Er lopen wel wat talentjes in de rond, hè? Ja, hier zie je wel. Ja, maar je pikt er ook gelijk uit, hè? Welke die, die kun je zien, hè? Zoals ik heb hier ook twee jongens van hier, van Kok en van Dinges. Die twee jongens die heb ik al, ja, heb ik een paar jaar geleden bij hier heb ik die gehad. Die waren ze aan het trainen. Dus, en dat kun je allemaal weer terugzien. Hè? Al die vorm en zo. Van hoe ze dat allemaal oppakken en zo. Hè? En nu ook weer zo'n dag. Ja, dat is al schitterend voor die kinderen, jongen. Ja, toch? En daar, ja, doe je het ook geweldig, voor. Geweldig, daar doe je het voor. Ja. Ik bedoel, ja, toch? En ze leren er wel en ze steken er altijd wat van op. Ik bedoel, de ene die is een beetje stijver dan de andere. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, een straat. Als ze maar plezier hebben. Wat ze doen hier. En dat vind ik belangrijk. Dat is het belangrijk. Dat is het belangrijk. En bij wat voor clubs ze dat doen dan. Dat maakt voor mij niet uit. Ik zeg altijd tegen de jongens waar ik mee werk. Door de week moet je trainen. Je traint, zo speel je zaterdags dus ook. En dat wil ik dus gewoon zien met die mannen. Nou, klaar. En ik zie dat ook. Ik zie dat zo langzamerhand zie ik dat terugkomen. Als... Nou, ja. Dank u wel voor uw wijze woorden. Alsjeblieft. Nou, medewiekers, voor ons zit het erop. U ziet het, ze gaan nog even door, want ze zijn niet te stoppen. Ze trainen met passie, bezieling en beleving. Ik vond het geweldig om bij te zijn. Samen met mijn cameraman, Jo Ramon. We gaan het terugzien later op Haken 13 Televisie. Doei medewerkers.